Het Hof is enerzijds enthousiast over de toegevoegde waarde van de nieuwbakken advocaten, maar anderzijds ook ongerust over zaken die spelen binnen de advocatuur. Dit zegt Iwan Rasoul-Baks, waarnemend president van het Hof van Justitie, vandaag bij de beëdiging van 6 nieuwe advocaten. De beëdiging vond plaats in het gebouw van de griffie van het Hof van Justitie aan de Grote Kombeweg. De nieuwbakken advocaten zijn Nalini Ramnarayan, Utra Bihari, Merlin Goud, Glenn van der San, Desiree Lalla en Maureen Dayala. Rasoul-Baks zei dat er 2 zaken zijn die het vertrouwen in de advocatuur overschaduwen. Deze zijn het Tuchtcollege, die sedert 2004 niet operationeel is, en de non-transparantie met betrekking tot de tarifering van diensten die door advocaten worden aangeboden aan rechtszoekenden. Non-transparantie. Alle advocaten hebben een eigen manier van berekening. Al jaren misschien was het goed toen, maar we groeien. Er is voortschrijdend inzicht over de materie. Er is een bestuur van de orde. En aanbevolen wordt om dus daar serieus naar te kijken. Laat het duidelijk zijn. Het Hof heeft ter zake deze 2 aangelegenheden wettelijk geen enkele bevoegdheid. Geen enkele bevoegdheid. Ten aanzien van deze 2, ik wenste wel dat het Hof die bevoegdheid had bij wet. Het Hof heeft geen bevoegdheid, nog naar de advocaten, nog naar de advocatuur, over deze 2 aangelegenheden. Anders zou er al lang orde op zaken zijn gesteld. Rasoul-Baks doet ook een beroep op de nieuwbakken advocaten hun werk naar behoren te doen en dat ze eerst de feiten moeten verzamelen en toetsen voordat ze een zaak aannemen. Als ze niet overtuigd zijn, moeten ze de zaak niet aannemen. Manoeuvreert u niet met die zaak, alleen omdat de betaling daar is. Zeg eerlijk aan uw cliënt van dit is iets waar ik niet uitkom en het lijkt me niet rechtvaardig wat je wil. Ja, ik geef u 1 miljoen. Bedankt. Ja. Daar moet je heel sterk voor zijn. En ik weet dat u sterk ervoor bent. Want het gaat bij u niet per se om het geld. Dat is een middel. Maar het gaat bij u om de rechtszoekende te ondersteunen. Bij de missie, in de missie die die rechtszoekende heeft, maar ook de deskundigheid waarmee u dat zou kunnen aanpakken. Hij wenste ze verder succes in hun nieuwe loopbaan.